Nederlandse Loterij Topcompetitie wordt mede mogelijk gemaakt door... Je kijkt naar de laatste kilometers in de HLP Vandaal Eurode Omloop. Het slotstuk in de Nederlandse Loterij Topcompetitie. Sjoerd Baks won al eens in 2017 en gaat nu op herhaling en wint de finale wedstrijd in Kerkrade. Ja, Sjoerd, jij weet hoe je moet winnen, hè? Hoe deed je het vandaag? Ja, een beetje op dezelfde manier als de vorige keer. Een kilometer of 20 solo gaan. Want we zaten met een sterke ploeg. En met jou waren we met overtal in het groepje. En ik dacht van, al zaten toch met een aantal anderen erbij. Dus ik denk, als je te lang wacht met demareren, ja, dan kunnen ze misschien mee. En zien ze dan nog maar eens af te rijden in de laatste ronde. Dus laten we horen hier in Kerkrade voor Stef Krul, Atne Koster en Sjoerd Baks. Hier in het podium van de dag. Stef Krul wordt derde voor Atne Koster. En de beste man van de dag is Sjoerd Baks. Bas van der Kooi verloor de leiding aan Dylan Bouwmans. Hij won op de valreep de Nederlandse Loterij Topcompetitie. En mag stage gaan lopen bij Team Katusha Alpecin. Laten we horen voor Dylan Bouwmans. Nederlandse Loterij Topcompetitie wordt mede mogelijk gemaakt door...